In Brussel ruikt het vaak naar pis. Uit onderzoek blijkt dat we dat de meest degoutante geur vinden in de stad. Openbare toiletten zijn dus belangrijk en ze zorgen niet enkel voor minder wildplassers. Ze maken de stad ook inclusiever. Dat iedereen overal en altijd zijn behoefte moet kunnen doen, dat vinden ze al heel lang. En daarom stonden er in Brussel in de 19e eeuw overal openbare wc's. Meestal waren dat urinoirs in steegjes of houten hokjes in doodlopende straten. Maar de meest innovatieve vorm waren toch wel de urinoirs gebouwd in een lantaarnpaal. En ook vandaag heb je ze in allerlei verschillende vormen en maten. Maar niet iedereen is gelijk voor de pot, want er heerst een potty parity, oftewel een toiletongelijkheid. Ten eerste omdat niet iedereen een eigen toilet ter beschikking heeft, bijvoorbeeld dak- en thuislozen. Nochtans hebben ook zij het recht om hun behoeften in alle privacy te doen. Dus voorzie je met gratis toiletten in hun basishygiëne en hun waardigheid. Maar er is nog een ander onderscheid in die potty parity. De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Want van de 30-tal openbare toiletten in Brusselstad zijn er maar 10 cabines waar je zittend je behoefte kan doen. En bovendien zijn die meestal redelijk smerig. Daarom wil de stad op termijn zoveel mogelijk gesloten openbare wc's bijbouwen en een manier vinden om deze zo goed mogelijk te onderhouden. Openbare toiletten zijn dus niet appetijtelijk, maar wel belangrijk voor een inclusieve stad. Want iedereen heeft het recht om te plassen. En heb jij nog een vraag over Brussel? Stel ze dan op brussel.be en dan gaan wij misschien voor jou op zoek naar het antwoord.